De medische zending is door minister Antoine Elias van Volksgezondheid onderscheiden voor haar bijdrage in malaria-preventie. De plechtigheid vond dinsdag plaats in Hotel Krasnapolski. Ook de Pan American Health Organization en Global Fund hebben de instelling een award uitgereikt. Tijdens de awarduitreiking is ook het Nationaal Malaria Elimination Plan Suriname 2018-2020 gepresenteerd. Uit cijfers van september 2018 is af te lezen dat er landelijk 18 mensen malaria hebben opgelopen, terwijl 141 anderen met malaria het land zijn binnengekomen. Malaria is nog niet geheel uitgeroeid in Suriname, maar als er een vergelijking wordt gemaakt met een aantal jaren terug, waarbij er meer dan 15.000 mensen per jaar de ziekte opliepen, kan gesteld worden dat er successen zijn geboekt. De medische zending is blij dat ze is beloond voor het zware werk dat ze heeft verricht in de afgelopen jaren. Aldus de medische zending in een persbericht.